Wat zijn je gedachten na die late gelijkmaker aan de 1-1 hier? Ja, lijkt me duidelijk. Grote teleurstelling. Ook gezien het spelbeeld, omdat we, ik denk, recht hadden op die 3 punten hier. En dan op zo'n momentje in de laatste seconde eigenlijk valt hij nog helaas binnen. Wat gebeurt er dan in de kleedkamer? Wat voor groep tref je daar aan? Nou ja, natuurlijk iedereen is teleurgesteld. Maar ja, ook wel besef dat we hadden moeten winnen en dat we ook weer door moeten gaan. Het is alleen de dreun dat die zolen laat valt. En nogmaals, wat ik zei al, gezien het spelbeeld, denk ik dat zij geen puntje verdienen. En Sparta eigenlijk er wel 3 had verdiend. Ja, daarom. En dat is heel zuur. Maar aan de andere kant moet je ook snel schakelen. Had je nog verwacht dat hij zou vallen? Of dacht je echt van, dit gaan we nooit meer weggeven? Nee, gezien de laatste wedstrijd ook, waarin we vrij sterk waren in het verdedigen van een voorsprong. Dacht ik nu ook dat we dit over de streep zouden trekken. Helaas één momentje. En je kan het ook zeggen dat wij hem eerder moeten beslissen. Dat we 0-2 moeten maken, zoals we dat thuis deden ter RKC. Hebben we nagelaten en dan kan dit gebeuren. Je startte terwijl Mika Pinto weer bij de selectie zat. Had je dat verwacht? Ik heb natuurlijk een reeks van 3 wedstrijden heb ik Mika opgevolgd. Waarin we 7 punten hebben gehaald. Hij is deze week ingestroomd in training. Dus ja, had je het verwacht. Dat was een optie inderdaad. Ja. En hoe vond je het gaan? Ja, ik zeg, we hebben verdedigend, we hebben weinig weggegeven weer, zoals de afgelopen wedstrijden. En ik denk dat we voetballend nu ook een stuk beter waren dan de voorgaande wedstrijden. Alleen hebben we onszelf niet beloond met de 3 punten. Had het gezien die laatste weken heel lekker geweest, ook dat je omhoog had kunnen kijken als je vandaag had gewonnen? Lijkt me vrij duidelijk inderdaad. Als je deze 3 punten had gehad, dan kon je echt, dan kon je dat beneden echt loslaten. En nu zijn we ook positief gestemd, alleen het is toch wel een klein tikkie.